Goedemorgen. Hey, kijk eens, hier is mijn, zijn 10 ateliers. We zitten hier met z'n 10. Dus welkom en kom erin. En dit is mijn optrek. Trouwens, dat is mijn voorraad. Zo, welkom. Ik heb maar alles opgehangen. Ik dacht, nou, je kan dan lekker veel zien wat ik allemaal doe. En ja, hier hangt mijn werk. Meestal in galeries en momenteel is alles natuurlijk dicht. Daar was er wel een beetje depressief van, zowat. 3 exposities gingen niet door. Dus, maar ik heb me toch weer door jou, dat je hier wilde komen, dacht ik, oh ja, kom op, we gaan er weer voor. Dit is Valley. Heb ik gemaakt geïnspireerd in Portugal. Daar hebben we een stukje grond gekocht. En daar groeit alles allemaal heel hard. En dus toen, toen ben ik met groen begonnen. En het beviel. En je ziet die bewegingen. Ik probeer altijd heel veel beweging in mijn werk te leggen. En eigenlijk is het ook de beweging van de groei. De groeibeweging die je hierin ziet. Dit is een stukje, er zijn 2 panelen voor, heb ik gemaakt voor Canada, thema water. En ook daar zit beweging in. Ja, eigenlijk is dat wel het belangrijkste in mijn werk, beweging, movements. Eigenlijk al mijn schilderijen heten beweging. Dus. Goed, nou en dan af en toe doe ik modelstudie. Dat is dan nog wel weer leuk, dan komt hier een model. Voor een paar weken, en die werken met mij, maak ik allemaal tekeningen, een stuk of 300. En dan kies ik daar weer wat uit en die worden dan in een schilderij omgezet. En dat is eigenlijk omdat toen ik van de academie afkwam, ik kwam uit Den Haag. En in Den Haag op de Paviljoensgracht, daar zeiden ze van nou, je mag best abstract doen, maar je moet blijven kijken. En daarom doe ik af en toe modelstudies. Dat wissel ik dan af, gewoon om te blijven kijken. Anders ga je toch met je abstract werk, ja, je hebt dat gewoon toch nodig. Dit is een werk uit 2010, wat ouder werk. Ik maak meestal mijn eigen dingen, maar af en toe doe ik ook in opdracht. Maar ja, ik doe natuurlijk niet een goudvis in een kom of hondjes of zo. Maar wel... ik heb een 3-luik gemaakt over Syrië in opdracht. Ik heb mensen die geïnspireerd waren door mijn werk. En die zeiden, we willen graag in die kleuren ook weer een werk. Dat heb ik ook in opdracht gemaakt, 2 werken. Voor de gemeente Nootdorp Pijnakker heb ik de kerstkaart ontworpen en gemaakt. Dus ja, in opdracht kan ook. Maar wel abstract dan. Een van mijn eerste exposities in 2018 was in Zuid-Korea. En dat was wel heel grappig, was een beurs, maar dan doen ze allemaal planten erbij. Dus het was bijna een soort plantententoonstelling. Maar het was heel leuk. Dus Zuid-Korea, 3 keer in New York. Echt heel mooi, heel gaaf. Ja. Londen, Parijs. Ik ben eigenlijk ja, echt internationaal. Nou, wat ik voor verf gebruik is de beste van Lascaux, Artist. 1 zo'n potje kost rond de 80 euro. En je ziet hoeveel ik er heb. Maar ik ben er wel heel... Dit is de beste verf die er is. Er zijn nog wel meer topmerken, Golden ook. Maar Lascaux is wel een van de allerbeste. Daar verf ik mee en verdun ik mee. En ik gebruik dit als medium. Gebruik ik deze. Dat is de medium 3 van Lascaux. En dat koop ik per tankje, 100 euro. Maar daar doe ik dan wel 2 jaar mee. Hey, groetjes. Het was hartstikke leuk. En tot ziens maar weer. Dag. Bye.